Het lijkt een poolkap of een andere planeet. Het is zout. Kilometers zout. Very hard right now, which is good. It looks like snow, but it's all salt. Okay, let's see how fast we can go. Alrighty. We gaan scheuren op de zoutvlakte met amateurcoureur Dennis. This place is hallowed ground. Woo! Gaat echt heel snel nu. De Bonneville Salt Flats in de staat Utah. Je kent ze uit ontelbare autoreclames. Je kan er hard gaan. Het zout biedt grip en is koeler dan asfalt, waardoor je banden het aankunnen. Hoe snel kan mijn huurauto eigenlijk? 118 is about all you got. You're like disappointed in this car. No. Dennis ging zelf ooit 240 km per uur in deze wagen. I built this in my garage. It's a 1927 Model T Ford Roadster. Een raceauto voor op de zoutvlakte. This is the last true bastion of amateur racing. If you set a record here, if you go faster than anybody else, all you get is you get your name in a book and you get bragging rights. Are you going to race today in this car? No. De auto is er niet klaar voor nu en het zout nog net te vochtig, maar eind van de zomer worden hier weer records verbroken. Deze wagen gaat 800 km per uur. Fietsers komen hier ook, aanvankelijk voortgetrokken, dan zelf op de trappers. Fred Rompelberg uit Maastricht bereikt in de jaren 90 270 kilometer. Maar er is een probleem. 50 jaar geleden was deze zoutvlakte een meter dik, maar daar is nog maar een paar centimeter van over. En dat brengt die snelheidsrecords in gevaar. Want op het onderliggende zand kun je niet racen. Gigantische mijnen naast de vlakte slurpen mineralen op en zuigen het zout uit de ondergrond. De coureurs zijn bang dat hun hobby binnenkort verleden tijd is en zeggen dat zij die vlakte niet beschadigen. Is it a problem that people are driving on it and maybe removing salt that way? I would say that would be minuscule compared to the mining. Om dit stukje Amerikaanse cultuur te behouden, hopen ze tientallen miljoenen te vinden om het zout op te hogen. Erik Mout aan RTL Nieuws in Utah.